De uitdaging in het gebiedsgericht werken is dat organisaties en stakeholders in het buitengebied elkaar eigenlijk onvoldoende ontmoeten, waardoor er ook heel weinig begrip ook vaak is. Daarnaast ontbreekt het ook vaak aan concrete doelen. Wat in gebieden dan ook echt nodig zijn, is verbindende types. Mensen die eigenlijk alle belangen en partijen en thema's ook op een goede manier integraal bij elkaar brengen, om samen eigenlijk lerend op weg te gaan naar doelen die je met elkaar wil bereiken. We zijn hier in de Uitgeester en Heemskerker Broekpolder. We zijn hier in een veenweidegebied met melkveehouderij. Verder is er ook bloementeelt. Er is een duinengebied. Dan hebben we Tata Steel, dus industrie speelt hier een rol. Verder hebben we allerlei partijen die hier actief zijn, zoals het Hoogheemlandschap, Hollands Noorderkwartier en een drinkwaterleidingmaatschappij, PWN. Ja, en die partijen die staan allemaal in verhouding, in een bepaalde relatie ook tot elkaar. En de uitdagingen die hier vooral spelen zijn uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Vooral het gehalte aan nutriënten is te hoog, maar ook het gehalte aan gewasbeschermingsmiddelen. En het mooie is juist dat we in dit project dit ook doen met de diverse stakeholders. Gemeente, waterschap, drinkwaterleidingmaatschappij, provincie, boeren trekken samen eigenlijk met elkaar op om te kijken wat kan ieders bijdrage zijn om doelen te behalen. Ja, de manier waarop er met generieke maatregelen om wordt gegaan in het gebied is vaak best lastig. Het is juist belangrijk om tot maatwerk te komen in gebieden. Dat je juist daar ook kijkt van wat kan hier nou aan oplossingen, aan passende oplossingen bijdragen. En dat kun je alleen maar doen door met elkaar dat gesprek aan te gaan. En wat ook heel erg belangrijk is, is eigenlijk de lessen die je leert van het gebiedsgericht werken, dat die ook weer voldoende teruggekoppeld worden naar bijvoorbeeld ministeries. Hoe je wederzijds begrip tussen het perspectief van een rijksoverheid en gebieden kunt creëren, is door elkaar te ontmoeten. Daardoor leer je de anderen ook beter kennen. Je leert de belangen van anderen ook beter kennen. Je leert ook luisteren naar elkaar, want je weet toch dat je samen verder moet. Dus ik denk door juist die dialoog ook met elkaar aan te gaan en te zien dat je daar ook een goede, passende invloed ook op hebt, ben je veel beter gewoon samen op weg en breng je eigenlijk top-down en bottom-up bij elkaar in een passende dialoog. Hoe het proces loopt van het beleid naar de uitvoering in de praktijk, daarin is het ontzettend belangrijk om ook te meten en te weten wat voor resultaten je met elkaar behaalt. Als je in een gebied 1 of 2 meetpunten hebt als het gaat om de kwaliteit van het water, dan zegt dat eigenlijk feitelijk niks over de kwaliteit van het water in het hele gebied. En zeker boeren en telers, die voelen zich eigenlijk niet betrokken om dan iets te kunnen doen aan maatregelen, omdat ze eigenlijk niet weten wat hun bijdrage daarin kan zijn. Het zou mooi zijn als meer erkenning en ook van de overheid en van iedereen dat wat we allemaal aan het doen zijn. Nou, kijk, dit is de lelieteelt en er wordt onwijs nieuw in veredeld in een nieuw assortiment, waar minder gewasbeschermingsmiddelen voor gebruikt moeten worden. Dus we gaan al onwijze stappen maken en als je daar nog eens met elkaar doet en erover praat, dan weet iedereen over wat we aan het doen zijn en dat we niet zomaar wat aan het doen zijn en dat we 's morgens ons bed uitstappen en dat we denken van we gaan eens even een gewasbeschermingsmiddeltje gebruiken. Vanuit de pilot zijn de lijnen wel korter geworden om de kleine veranderingen aan te dragen, waardoor je grote verschillen kunt maken. De sleutelfactoren voor mij in de kaderrichtlijn waterpilot in de Uitgeester en Heemskerkerbroek zijn vertrouwen en gelijke toegang tot informatie. Dit vertrouwen bouw je in mijn idee door elkaar vaak in het echt te zien en af en toe ook even gezamenlijk het gebied in te gaan bijvoorbeeld. Naast gelijke toegang tot informatie, we hebben een site en daar kan iedereen bij, kan iedereen dingen afhalen, maar ook iedereen dingen opzetten. En op die manier heb je allemaal toegang tot dezelfde informatie. Het proces van uitvoering naar de praktijk, bij dat proces is het ontzettend belangrijk om doelen te stellen. Als je een doelstelling hebt op het gebied van waterkwaliteit, kom dan ook met resultaten over wat die waterkwaliteit is. En bespreek dat in een open en transparante sfeer, ook juist met het gebied, zoals we hier ook met elkaar doen. Vanaf dat moment ontstaat er ook een lerende sfeer, waarin je elkaar niet afrekent op resultaten, maar met elkaar kijkt welke stapjes je elke keer weer kunt maken ter verbetering. Elk gebied kent zijn eigen verhaal, heeft andere spelers en uitdagingen en vraagt om maatwerk om tot duurzame oplossingen te komen. Door net als bij dit voorbeeld in een gebied te treden,
en te verdiepen in wat er speelt, krijgen we een beter zicht in de werkelijke uitdagingen en kansen die zich voordoen. Door deze inzichten uit gebieden terug te koppelen naar nationale beleidsontwikkeling, kunnen we landelijke instrumenten beter laten aansluiten bij lokale behoeften. Op die manier realiseren we een duurzame oplossing.